De president heeft gisteren een spoedoverleg gehad met het COVID-19 management team. Daniela Feira, directeur Nationale Veiligheid, zegt dat het gesprek plaatsvond naar aanleiding van het aantal personen dat positief is getest op het COVID-19 virus in het oosten van ons land. Feira zegt dat er gesproken is over maatregelen om verspreiding van het COVID-19 virus in de grensgebieden tegen te gaan. U heeft begrepen dat er vandaag weer 12 gevallen, positieve gevallen zijn ontdekt te Grand Santi. En dat is, als u weet, als wij praten over dringdresi wakti siki, in terms of preventie, moeten wij natuurlijk gelijk kijken als Suriname, hoe wij daarmee omgaan. U weet dat Grand Santi heel dicht bij de Surinaamse grens is. Dan praten we dan over Gonini Krikimovo, we praten over Stoelmanseiland. Het is een normale beweging van elke dag daar tussen de volkeren die daar leven. We hebben hierover gesproken en we gaan na deze persconferentie gaan we ermee door. En ik neem aan, zoals het er nu voor staat, die morgen op zijn laatst krijgt u van de president nadere informatie hierover. Hoe wij als Suriname de preventiemaatregelen om Surinamers veilig te houden gaan inzetten. De directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Yesrun, gaf aan dat enkele mensen in het dorp Chabutabiki in quarantaine zijn geplaatst. De mensen daar in het dorp, er waren een paar contactpersonen die in contact zijn geweest met een positief geval. Die laatst positief was getest op Grand Santi. Het gaat in deze om 7 kinderen en 4 volwassenen. De medische zending heeft dat gebied nu al geïnventariseerd. We hebben het meteen ook in quarantaine geplaatst. Gelukkig ging het om een klein dorp. Het ging om een paar mensen maar en een Chinese winkel erbij. Dat hebben we dus nu in quarantaine geplaatst. Met de ondersteuning van NCCR en DNV zijn er dus nu manschappen daar naartoe gestuurd om het verder te inventariseren. Zoals we ook al eerder hadden gedaan bij de dorpen dichtbij Grand Santi. Cleopatra Yesrun was dat, directeur van Volksgezondheid. Ze sprak gisteren op de persconferentie van de overheid. De president zal het volk nader informeren over de preventieve maatregelen in de grensgebieden.